Welkom bij weer een nieuwe tutorial voor Blender. Vandaag gaan we kijken hoe we met Screw Modifier objecten kunnen maken, zoals een bierfles, een flesje water, een bierglas, toevallig twee bierobjecten. In ieder geval alles wat rond is, zoals een lantaarnpaal, een glas, een prullenbak, noem maar op. Alles als rond is en het een duidelijk profiel heeft, kunnen we maken. Door middel van het gebruik maken van de Screw Modifier. Dus laten we direct beginnen. Kies een nieuw layer. En vervolgens moeten we dus het plaatje inladen wat we willen gebruiken om onze Screw Modifier op toe te passen. Daarvoor gaan we eerst onze side panels weer naar voren halen. Druk op T voor de Properties panel en voor de Tools panel. En onder de Tools, bovenaan scroll je naar beneden toe. En zoek je naar background image. Ik denk dat die bij default staat, die volgens mij uit. Je vinkt hem aan en klikt op add image om een plaatje toe te voegen. Vervolgens krijgen we de optie om te kiezen welke view we het plaatje willen creëren. Deze laat deze nu op all view staan. We kunnen kiezen tussen een image of een movie clip. Dus we kunnen ook een filmpje inladen als we dat willen. En dit keer willen we dus een image inladen omdat we daarvan die als referentie willen gebruiken om na te maken. Vervolgens klik ik op open en dan krijg je een nieuw venster te zien waar je je plaatje op gaat zoeken. Ik heb mijn plaatje al toegevoegd, dus ik klik even op de Browse Image to be Linked. Nou ja, de Image Browser, want ik heb mijn plaatje al eerder ingeladen. En klik vervolgens op mijn plaatje. Vervolgens zal mijn plaatje in de viewport zichtbaar worden. Dus nou, zoals je ziet heb ik wat van internet een plaatje van wat waterflessen, flesjes water gehaald. Om die vervolgens met Screw Modifier na te kunnen maken. Als we nu kijken, nu we dat image toegevoegd hebben, hebben we een aantal opties. En de bovenste opties kan je laten staan, View Render kun je ook laten staan. Opacity kunnen we aanpassen. De opacity is meer dus hoe zichtbaar je plaatje is. Dus hoe minder opacity, hoe meer faded hij is. En 100 is natuurlijk volledig zichtbaar. Ik laat het meestal op 0.5 staan of iets lager, zodat ik mijn grid aan de onderkant, aan de achterkant kan zien. Om duidelijker te kunnen modelleren, of beter te kunnen modelleren. Vervolgens hebben we nog de optie Back and Front. Back and Front houdt in, het plaatje wordt op de achtergrond gerenderd, of wordt op de voorkant gerenderd. Als ik een object toe zou voegen, dus ik nu bijvoorbeeld even een object toevoeg, Mesh Cube, zie ik dat mijn kubus voor mijn plaatje verschijnt. En als ik dus nu op front druk, zie ik dat mijn kubus achter mijn plaatje verschijnt. Dus op omhoog druk zie ik dat mijn kubus niet doorzichtig is, maar als ik hem dus naar beneden sleep, kan ik mijn kubus door mijn plaatje heen zien. Dus dat is back en front. Die laat je op back staan. Delete even weer de cube. Kunnen we verder kijken wat optie is stretch fit en crop. Hoef je niks mee te doen, laat het gewoon een stretch staan. Een plaatje wordt ingeladen met zijn aspect ratio intact. Daaronder hebben we de optie om ons plaatje een offset te geven. Dus we kunnen naar links naar rechts bewegen. En we kunnen naar boven en beneden bewegen op de y-as. Of kunnen we het plaatje nog horizontaal omdraaien. Mocht je dat willen met je plaatje. Of verticaal flippen. Daarnaast hebben we de optie om het te roteren. Kan handig zijn, in dit geval laten we het ook staan. En de size kunnen we veranderen. We kunnen het kleiner maken, groter maken. Dat is meer als je je image maakt, dat je niet een flesje van 3 meter hebt. In principe laat ik deze altijd op 10 staan. En pas als ik klaar ben met het maken van mijn object, scale ik hem naar de proporties dat ik wil hebben. Omdat mijn flesje nogal aardig klein is, wil ik iets groter gaan modelleren, zodat ik iets makkelijker mijn vertices kan zien en de camera geen problemen kan geven. Goed, laten we bezig gaan met de Screw Modifier. En daarvoor moeten we dus eerst een profiel van een flesje creëren. Nou, laat een flesje uitzoeken. Laten we dit flesje, eerste flesje nemen. Ik zal eerst dat mijn x-waarde verandert, zodat ik in de Gauss Shift in, zodat ik wat met increments kan scrollen. Ik zorg ongeveer dat hij in het midden staat van mijn y-as. Ik moet hem roteren om de z-as. We roteren om de z-as straks. Ik zorg ervoor dat die weer omhoog komt, zodat mijn flesje op de ondergrond komt te staan.
even inzoomen. Staat dit zo prima. Soms kunnen we de endpanel er weghalen door op end te drukken om wat meer ruimte te geven. En de T kunnen we ook weer halen, zodat we wat meer ruimte hebben om met ons flesje te werken. Vervolgens gaan we een vertex toevoegen. Druk op Shift A en zoeken naar Single Vertex en Add Single Vertex. Het kan zijn dat deze optie bij jou niet aanstaat. Daarvoor moet je dus even weer naar de Add-ons van User Preferences. Om de User Preferences gaan we naar Add-on en we zorgen ervoor dat we even doorzoeken dat we Add Mesh Extra Objects aan hebben staan. Dus als ik die uitzet en druk op Shift A, zie ik dat ik die optie niet heb. We gaan naar User Preferences, Add-on. Dan scroll je even en zoek je naar Add Mesh Extra Objects. Die vink je aan. Save User Settings, zodat die altijd aanblijft. Als we dus nu op Shift A drukken en onder Mesh kijken, zien we dat we een Single Vertex toe kunnen voegen. Klik op Add Single Vertex om die toe te voegen. Zoals je ziet heb ik nu een Vertex toegevoegd. Ik kan hem niet bewegen, zoals je ziet, omdat ik nog in Edge Mode zit. Dus als het bij jou het geval is dat je je Vertex niet kan zien, druk zorg ervoor dat je in Vertex Mode zit. Als ik nu op G druk om te bewegen, zie ik, als we even goed kijken, laat ik hem even in de zijkant hangen, zie ik dat ik daar een oranje puntje heb en dat is mijn Vertex. Ik klik even rechts om de actie ongedaan te maken en sleep vervolgens mijn Vertex naar het begin toe van mijn flesje. Als ik naar mijn flesje kijk, zie ik dat hij dus van onder een beetje ingedeukt is, dus ik wil bovenaan beginnen. En vervolgens gaan we door middel van de Extrude tool, door middel van E, kunnen we nu de lijn gaan volgen. En zo traceren we ons flesje zo goed mogelijk. We doen het nu op vertex basis omdat we een game object willen maken. En daardoor kan ik wat sneller mijn vorm creëren. Dus elke keer druk ik op E en vervolgens verplaats ik mijn vertex waar ik hem wil hebben. Om snel vorm te creëren. Dus ik ga niet uit voor super smooth, ik zorg ervoor dat ik een aantal vertices daar heb, zodat ik low poly hou. Ik ga dus ook dit kleine stukje uitsteeksel niet doen. Dat er extra polygonen zijn die eigenlijk onnodig zijn. Vervolgens extrude ik naar binnen toe. Druk even op X om aan de X-as te restrainen. Als we dus nu in object mode gaan, zie ik dat ik het begin van mijn flesje heb gecreëerd. Nu kunnen we dat nog, als we daarmee klaar zijn, kunnen we nog een beetje onze vorm aanpassen als we dat willen. Dat is het begin van ons flesje. Dan zie ik dat mijn flesje dus niet op de onderkant staat, dus ik kan ervoor kiezen om mijn vertices weer op de X-as te zetten. En als we dan nu in onze perspective view kijken, zien we dat we de reveal van mijn flesje hebben gecreëerd. En nu gaat de magic gebeuren. Dan gaan we door middel van de screw tool zorgen ervoor dat dit een flesje wordt. Daarvoor selecteer je je object. Je gaat naar de modify tab, waar die wrench zichtbaar is. Add modifier en onder modifier, onder generate, zoeken we naar screw. Daar klikken we op en volgens, dat is mijn flesje. Ga je naar mijn front view toe om duidelijk te kunnen zien. En dan zien we dat mijn flesje daar gecreëerd is. Als dat niet bij jou het kan bij jou het geval zijn dat die niet goed is geroteerd. Dat kan zijn dat dan de axis bij jou niet goed staat. Het kan zijn dat die op X staat, dus dan krijgen we ook een interessante vorm. Kunnen we op I zetten, want het verandert helemaal niks. Dat maakt er een cirkel van. Deze cirkel is geen mooie cirkel. Als we even op Z drukken, zien we de wireframe. Dus dat willen we ook niet.
willen dat het de z-as is. Maar bij de axis kan je aanpassen welke axis hij moet gebruiken om te roteren. Vervolgens hebben we de optie de angle. En de angle houdt meer in over hoeveel graden hij moet draaien. Dus dan kunnen we ook dus een half flesje maken als we dat willen. In principe laat je deze op 360 staan. Steps is het aantal steps waar hij roteert. Dus nu heeft hij 3 steps gemaakt. Dus 1, 2, 3 steps. In standaard heeft hij op 16 staan. Je kan hem op 8 zetten. Als je voor een low poly model gaat, wat niet, waar de speler niet veel van komt te zien. En je kan hem ook op 16 neerzetten. Dat is helemaal aan jezelf. En dit is, bij de steps is dus die mogelijkheid om de poly count te reduceren. Nou, als we dus nu het flesje bekijken, is het flesje dus bij mij dus donker. Dat betekent dat mijn normals de verkeerde kant op staan. Want dat is meestal een indicatie dat je normals de verkeerde kant op staan. In plaats van dat we nu de normals willen recalculaten, kunnen we dat niet doen. Omdat we dus hebben maar één lijn. En in de opties bij de screw modifier zien we dat we ook een optie flip hebben. Als we daar klikken, zien we dat mijn flesje de vorm krijgt die ik wil. Je kunt smooth shading uitklikken, dan zie je dat krijg je niet vested look. Mocht je dat willen. Ik kies smooth shading, dus hou ik aan. En daar is mijn flesje gecreëerd. Het mooiste is omdat we nu nog in de screw modifier nog steeds op ons model toegepast hebben, kunnen we elke vertex die we hier gecreëerd hebben, kunnen we aanpassen en zo de vorm van ons model te veranderen. Mocht het zo zijn dat je denkt, ik ben niet tevreden over de vorm, dan kun je nog steeds door middel van de vertices te verplaatsen een andere vorm aan je model geven. Dus dat is het mooiste als je de screw modifier gebruikt. Als je dan zeker weet dat je klaar bent, ga je in object mode en vervolgens apply je screw modifier. Als je dus nu tab drukt, zie je dat de screw modifier is toegepast, dat we nu een mesh hebben gecreëerd. En vervolgens kunnen we nu de meshes weer aanpassen naar onze wens om dingen wat duidelijker te maken. We kunnen bijvoorbeeld zeggen dat we hier een extra edge neerzetten, dus Ctrl R, om de vorm hier wat beter te behouden. Dat kunnen we ook doen door de edge te bevelen. Ik kan op Alt drukken en ik selecteer deze onderste ring en druk Ctrl B. Dan kan ik mijn edge bevelen en als ik dan mijn muiswiel draai, zie ik dat ik er nog een betere ronding aan kan geven. Zodat het flesje iets duidelijke, scherpe hoeken krijgt. Dat kan ik bij de andere ook doen. En als ik dus twee selecteer, zie ik dat ik mijn binnenste edges ook selecteer. Dat wil ik niet. Ik selecteer op edge. Ik wil alleen de edge loop selecteren. Ctrl B. En zorg er wel voor, als je dit doet, wordt je model weer wel high polyer. Maar je ziet er iets, hij krijgt iets meer hardere lijnen. Als ik hierboven zie, wil ik mijn flesje ook duidelijk een dop geven. Dus ik klik op. In dit geval klik ik op de bovenste edge. Doe Ctrl B om te bevelen. Voeg weer een extra edge loop toe. Vervolgens kan ik ervoor zorgen dat ik deze edge loop iets scale. En iets naar boven sleep. En zo heb ik wat beter, duidelijker een dop gecreëerd. En zo kan je dus je model nog verder aanpassen. Nu zie je dat je door de screw modifier wel triangles hebt gecreëerd. Dit flesje is niet organisch, dus je kan dit laten staan. Je kunt ook verkiezen om dit te veranderen. Daarvoor selecteer ik alle vertices in het midden. Als ik dus nu één vertex selecteer, zie ik dat mijn vertex nog los is. Dus ik wil even in wireframe mode. Vervolgens selecteer ik even al mijn vertices. Door B te drukken. Box select. Zorg ervoor dat niks anders geselecteerd is. En Alt M om te mergen. At center. En vervolgens is mijn center nu gemerged en heeft het één vertex. Nog steeds zijn de triangles, dus we kunnen verkiezen om dit weg te halen. Druk op X.
En we selecteren de vertex om die hele face, al die triangles weg te halen. Vervolgens Alt klik ik de border aan. En als ik Ctrl F druk, druk op grid fill. En zorg er dus voor dat mijn dop gevuld wordt met quads. Zodat ik overal mooie quads krijg. Eveneens met de onderkant. Ook deze versies zitten nog los van elkaar. Dus die wil ik ook weer allemaal selecteren. Door middel van Box Select of middel van C in te drukken. Zodat ik Paint Select kan doen. Ik selecteer alle vertices en ik druk op X. En ik delete ze. Ik kan eerst mergen, maar dat heeft dus geen zin. Ik selecteer weer de border. Druk op Ctrl F. Grid fill. En vervolgens is mijn onderkant ook mooi gevuld met quads. En zo heb ik mijn flesje gecreëerd. Zo kun je dus allerlei objecten die rond zijn en een profiel, een mooi profiel hebben. Of eigenlijk, het maakt niet uit of het een mooi profiel is. Alles wat rond is. En je kunt het profiel natrekken. Traceren. Kan je een flesje creëren of kan je het object maken. Op die manier kan je het ook weer gaan texturen. Je kan het een kleur geven. Dus dat is Crew Modifier. Ik ben heel nieuwsgierig hoe creatief jullie... Hoe je creatief je bent en ik zie graag van je hoe je deze tool gebruikt om een flesje of een object te maken die je vervolgens weer kunt gebruiken voor in je spel. Dus heel veel succes en heel veel plezier met de Crew Modifier.